Heerlijkheid Loenen, een gebied waar het heerlijk toeven is. De oorspronkelijke betekenis van deze heerlijkheid is echter afgeleid van heer of heerser. Heerlijkheden waren namelijk bestuurlijk zelfstandige gebieden waar een adellijk heer of een vrouwe het voor het zeggen had. De naam Loenen is waarschijnlijk afgeleid van de ligging dicht bij de rivier. Het woord Loenen betekent namelijk waterloop. De oorsprong van landgoed Loenen dateert al uit de middeleeuwen, maar het gebied werd verschillende keren fors aangetast en beschadigd door oorlogen en dijkdoorbraken. Het in de late 14e of 15e eeuw gebouwde kasteel werd algemeen beschouwd als het sterkste slot van de Betuwe. Na de dijkdoorbraak van 1809 zijn de resten van het oude kasteel opgeruimd en kort daarna heeft de heer van Kwad op de fundamenten een jachthuis met een orangerie, een karschuur en ook een boerderij laten bouwen. De fundamenten van het oude kasteel onder de bestaande boerderij verbergen mogelijk nog een geheim. We gaan daarom daar eens een kijkje nemen. Nou, we staan hier op een hele historische plek, hè? Het is echt al sprake van in de middeleeuwen dat hier een kasteel heeft gestaan. Dat kasteel staat er inmiddels niet meer, wel een heel mooi landhuis. En die dus zijn dienstgebouwen eromheen heeft laten bouwen. Nou, voor een van die dienstgebouwen staan we dus nu, die oude boerderij. Wat is het bijzondere aan deze plek? Nou, dat voor mijn 28 jaar geleden, toen ik hier voor het eerst kwam. Dat was naar aanleiding van een historisch onderzoek op aanwijzing van de Weile Brom van Boetselaar. Die ons te kennen gaf dat hier wel eens een onderaardse gang zou kunnen zijn. En onder dit huis moest hij zich bevinden. Dus wij van de historische kring Oosterhout, Slikkeuk en omstreken hebben daar heel wat zaterdagen aan opgeofferd om die onderaardse gang op te graven en om op te zoeken. Het is dus het verhaal van een onderaardse gang, maar waarom bestond die dan eigenlijk? Wat is het verhaal erachter? Nou, het verhaal was erachter volgens overlevering, het zal wel op een legende berusten, dat er een onderaardse gang zou zijn tussen het kasteel Loenen, het verdwenen kasteel Loenen, en de hervormde kerk in Herveld Zuid. Ja, en het verdwenen kasteel, daar staan we nu. Op de plek. Er staan nu andere gebouwen, maar het heeft hier gestaan. Het heeft hier gestaan. We staan nu op de fundament eigenlijk nog van het eerste kasteel. Ja. Dus het is een onderaardse gang. Zou er zijn, volgens overleveringen, van hier tot aan de kerk. En wat zou de reden daarvoor zijn? Nou, een hoofdzakelijk vlugweg bij calamiteiten of oorlogen. Tot men dan een veilige heenkomen zou kunnen vinden. En we gaan nu weer terug naar 28 jaar geleden, hè, want dat is de tijd. Zullen we dan maar eens naar de plek gaan kijken waar u bezig bent geweest? Dat lijkt me reuze interessant. Ja, inmiddels beland in de gewelven onder die oude boerderij hier. En hier was het, hè? Hier was het. Hier herken ik me weer een beetje terug in de situatie van 1982. Door dat raam ben ik naar binnen gekomen, ja. Op aanwijzing van Boetselaar. En toen ben ik met een zaklampje hier in het gewelf geweest. En met een hamertje heb ik langs die muren opgelopen en overal tegenaan getikt en toen vond ik op deze plaats waar we nu voor zitten een hol geluid. En hier... Dus deze muur zat gewoon dicht, er was niks te zien. Kijk, nu... Ja. En toen kreeg ik toestemming van de Bron van Boetselaar om hier een klein gaatje in te tikken. Want ook hij was natuurlijk bijzonder nieuwsgierig. En ik had er toen een steentje uitgetikt en met een zaklampje in schijnen. En toen zag ik dat gewelf wat we nu achter ons zien, kwam in beeld. Dus u dacht, hey. En er was nog niemand in die kelder en vertelde dat de mensen die buiten stonden, de vrouw en de moeder, en die wilden natuurlijk ook naar binnen toe. Maar die muur of die keldergang waar we net naar binnen kwamen, die was toen afgesloten, die was ook dichtgemetseld. Dus iedereen moest door dat kelderraampje hier naar binnen toe. En er was een heel geworstel om iedereen naar binnen te krijgen. De Boetselaar die was niet zo lenig en de vrouw was helemaal niet lenig. Dus ik moest al... En ja, uiteindelijk was iedereen binnen en kijken door dat kleine gaatje en iedereen was... Reuze, nieuwsgierig natuurlijk wat er daar nou achter was. Het werd steeds spannender natuurlijk, hè? En omdat het maar een klein kijkgaatje was, zag u al echt een gang hierachter staan.
Ja, we waren in de veronderstelling dat we inderdaad de onderaardse gang gevonden hadden. Ja. Daar was iedereen van overtuigd. Ja, de spanning moet hier te voelen zijn geweest, ja, in deze ruimte. Aardedonker was het hier. Ja. Er was helemaal geen verlichting natuurlijk. Nou, nog een zaklampje erbij gehaald van de toen de voormalige bewoners. De familie Krum was dat. Nou, en toen... ja, maar ik hoefde het eigenlijk niet te vragen. De vermoedslager gaf al meteen toestemming om het gat groter te maken. Nou, dat was niet tegen doofmans oren gezegd. In een tijd van 5 minuten had ik dat hele muurtje hier eruit liggen. Puur op enthousiasme? Dat was enthousiasme, ja. Dus, nou zien we hier natuurlijk het begin van de gang. Hè? Ja, het loopt hier zo'n 2-3 meter naar binnen en dan is er een afbuiging naar rechts. Tot hoever gaat het? Nou, die meter op 5, die gaat hier naar rechts toe. En ja, veronderstellen dat hij nog verder naar buiten zou lopen. Maar ja, uiteindelijk loop je weer tegen een blinde muur aan. En ja. Oh, dat is jammer. U dacht echt, ik kruip hier naar binnen en ik kruip tot aan Herveld. Dat was... ja. Dat gebeurde niet. Dat gebeurde dus niet. Dus toen iedereen ook naar binnen was geweest en uiteindelijk... Nou, en, de spanning was wel een beetje weggeëpt. Toen dachten we, ja, we waren toch eigenlijk toch tot de conclusie gekomen dat dit het gewelf was van het oude kasteel van... Ja, een van de eerste oude kastelen die hier toen gebouwd zijn. Dat dit een rest overblijfsel was van dat oude kasteel. Ja, dus binnen het kasteel is dit iets geweest. En ja, niet de onderaardse gang waar u naar gezocht heeft. Wij bleven nog steeds volhouden of de vermoedslaat dat er nog een onderaardse gang zou moeten zijn. Want ja goed, zijn vader had het verteld. Maar wat zijn vader vertelde dat de voormalige knecht, Doeleman, hier... de onderaardse gang gezien had, dan moet deze gang geweest zijn. Want ja, andere gangen zijn er gewoon niet. Ja, toen is dat niet onderzocht? Toen is dat niet onderzocht. En wij van de historische kring hebben boringen toegezet, middels grondboringen. Ook hele diepe, vellen van 5, 6 meter. En we hebben hier geloof ik in de tuin wel 20 of 30 boringen gezet. Maar we zijn nergens opgestuurd. We hebben niets meer kunnen vinden wat duidde op een onderaardse gang. Maar u heeft wel door die boringen en door het onderzoeken en afgravingen... heeft u wel ontdekt wat de afmeting van het kasteel is geweest, toch? Ja, we hebben de grachten eruit geboord. We hebben de oude funderingresten eruit geboord. Dit is nog een deel van de uithoek van dat oude kasteel. Wat we hier zien. En de andere uithoek hebben we als het ware ook uitgeboord en ingetekend als het ware. Ja. Dus dat hebben we wel bereikt. En ja, dus het heeft wel iets opgeleverd, maar helaas? Helaas, de legende van de onderaardse gang, die zal een eeuw de eeuwen wel blijven bestaan, denk ik. Ja. Ja. Maar jammer. Maar mogelijk is er nog iets van waarheid en de tijd zal het leren. Ja, het is nu inmiddels 28 jaar geleden. Begint het te kriebelen nu je weer hier zit? Nou, ik zie al die mensen die er toen bij waren, die inmiddels diverse van zijn overleden, die waren hier ook. Die zie ik allemaal naar voren. En de spanning die ik toen voelde, die voelde ik nu weer terug, ja. Het was gewoon een spannende film, was het waar. Maar nog niks gevonden, nu kriebelt het weer. Gaat u weer aan de slag? Nou, we zouden best aan de slag willen, maar het is zo'n groot project om iets hier onderzoek te doen. Inmiddels is er vorig jaar al een klein onderzoek geweest door een instantie die de ouderdom van de gebouwen heeft geïnventariseerd en de stijl. Ja, hier is natuurlijk best wat te vinden, maar je moet hier geen wonder verwachten. Het is zo grootschalig en daar moet je ook toestemming voor krijgen. En bij onze vereniging is dusdanig klein dat dat ook niet haalbaar is. Dat zou niet reëel zijn om hier een onderzoek te doen. Nee, maar het blijft een bijzondere plek. En dat hebben we gezien en dat hebben we proberen uit te leggen. Dit was een bijzondere plek. En zal het altijd een bijzondere plek blijven. Ja. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit geweldige gesprek. We hebben heel veel geleerd. Hartstikke bedankt. Nou, ik had het niet willen missen. Rond 1800 is ook het bos met de lanen aangelegd, zoals we het nu nog kennen. Van Kwad verkocht het landgoed rond 1834 aan Jonkheer van Leyenburg, waarna het via zijn dochter Clara door erfenis in 1930 in het geslacht van Boetselaar kwam. In 1998 is het landgoed verkocht aan Staatsbosbeheer. In 2005 heeft de familie Prikneig het landhuis en bijbehorend landgoed van de overheid gekocht. Hallo Anne, we staan hier op jullie prachtige landgoed, of ja, landhuis Heerlijkheid Loenen. Ingebed in een heel mooi natuurgebied, hè? Het landgoed Loenen, ja, want zo moeten we het noemen. Ja.
Hoe lang geleden zijn jullie hier aangekomen met de familie? Nou, wij zijn ruim 5 jaar geleden zijn we hier eigenlijk bij toeval terechtgekomen. We waren al een jaar op zoek naar een mooie buitenplaats. En we kwamen hier aanrijden en eigenlijk was met name mijn moeder meteen verliefd op het landgoed. Ze kwam de allee daar afrijden en zag het huis wat zo ontzettend aandacht en verzorging nodig had, zoals ze dat zelf noemt. Dat het schreeuwde eigenlijk om verbouwd te worden. En toen ze eenmaal binnenkwamen en ondanks de hele slechte staat het prachtige licht zagen, toen wisten ze dat dit het moest gaan worden. Maar dat is dus ook de insteek van jouw moeder, die was op zoek naar iets, een mooi landhuis, ja, om te gaan renoveren. Ja, ja, ze is eigenlijk, dit is een beetje de kroon op haar werk geweest. Ze renoveert al 30 jaar huizen voor anderen en voor zichzelf. En eigenlijk waren ze op zoek naar een plaats waar ze zowel een renovatie weer konden uitvoeren of realiseren. En ook een bed and breakfast konden beginnen om mensen ook mee te laten genieten van een mooie buitenplaats. Ja. Nou, je zei net zo mooi, want je moeder werd gewoon gegrepen door de mooie plaats, maar ook, ook door de staat van het huis. Ja. Hoe zag het huis eruit toen? Nou, het huis was ruim 60 jaar, was er helemaal niets aan gedaan. Het is heel lang bewoond geweest door een oude dame en daarna jarenlang antikraak bewoond geweest. Dus je kunt je iets voorstellen bij de staat waarin het verkeerde. En eigenlijk was het zo dat er niets aan het huis niet gerenoveerd hoefde te worden. Uiteindelijk heeft de renovatie 2,5 jaar in beslag genomen. En daarbij is het echt van top tot teen is het geheel gerenoveerd. Ja, zo is het in 2,5 jaar tijd een prachtig pareltje geworden. Ja, want het is dus een locatie met meerdere gebouwen. Hè? Dus een hoofdhuis, zeg maar, en een koetshuis. En, wat hoort er nog meer bij? Nou, je hebt het hoofdhuis, daar staan we nu voor. Dat is eigenlijk het hoofdgebouw, ook wel het landhuis genoemd. Naast het landhuis ligt de orangerie met het naastgelegen koetshuis. En dat is eigenlijk ook, oorspronkelijk stonden in het koetshuis de koetsen. Daar zit een paardenstal naast. En in de orangerie werden vroeger de exotische bomen en planten binnengezet in de winter. Onder de glazen kap, zodat ze genoeg warmte nog kregen. Er hoort nog een vloedschuur bij. Dat is een schuur die iets hoger gelegen is voor als het dijkwater hier naartoe kwam. Dan konden daar de oogsten worden opgeslagen. Er is nog een jachtopzienershuis. Dat staat aan de dijk. Dat is waar vroeger de jachtopziener woonde. Er zit nog een boerderij bij. En er zit nog een bouwschuur bij. We staan op dit moment aan de achterkant van het landgoed. Het lijkt de voorzijde, omdat je hier komt aanrijden. Maar oorspronkelijk is de andere kant van het huis de toegang. En dan kom je eigenlijk meteen in een heel mooi stuk van het huis binnen, namelijk de centrale hal. Met behulp van de oude foto's en tekeningen van het landgoed hebben we de hal weer helemaal opengemaakt en zijn er dus muren weggehaald. De trap is verplaatst om zodoende eigenlijk weer de oorspronkelijke uitstraling van de hal terug te brengen. In dit mooie huis zijn prachtige kamers, suites zoals jullie ze noemen. Zou je er eentje kunnen omschrijven bijvoorbeeld? Jazeker. We hebben onder andere de Loyne suite. En de Loyne suite is ook wel onze bruidssuite vanwege de grandeur en de mooie kleuren die daarvoor gekozen zijn. En een opvallend detail aan die kamer is dat de houten lambrisering die daar te zien is, die komt uit een Frans kasteel. En het heeft de timmermannen destijds nogal wat puzzelwerk gekost om de lambrisering helemaal passend te krijgen, maar met denk ik een prachtig resultaat. Nou, daarnaast hebben we nog onze ontbijtkamer. Die wordt ontbijtkamer genoemd omdat de gasten van de Bed & Breakfast daar kunnen ontbijten als ze hier gelogeerd hebben. En bijzonder aan die kamer is dat als je de kamer rondkijkt, dan zie je een prachtige Bijbelse vertelling op de muren zitten. En dat is een oude wandschildering uit een Zweeds landgoed. Dus niet oorspronkelijk van de heerlijkheid Loenen, maar wel uit een landgoed in Zweden. En mijn moeder kwam dat ooit tegen bij een antiquaire en dat was helemaal opgerold. Het zag er niet uit. Maar toen ze het in haar handen kreeg, wist ze dat ze het ergens op het landgoed ging gebruiken. En dat is uiteindelijk de ontbijtkamer geworden. Omdat we het verhaal, het is een gruwelijk verhaal wat je daar op de afbeelding ziet. Maar we wilden dat het weer doorverteld kon worden aan volgende generaties. En zo hebben we ook in ons koetshuis een aantal mooie dingen meegemaakt in de zoektocht naar authentieke bouwmaterialen. Want we hebben heel veel gerenoveerd met antieke bouwmaterialen. De trap en het hekwerk die daar te zien zijn van smeedijzer, die komen ook niet uit het landgoed. Maar hebben we op een andere plek in Nederland aangetroffen. En
toen we de trap zagen en het hek, wisten we ook dat ze gemaakt waren voor het landgoed. En bij het inpassen en inmeten bleek dat ze exact tot op de centimeter paste. Ja, dat heeft zo moeten zijn. Dat heeft absoluut zo moeten zijn. En daarom zie je nu ook aan het resultaat dat het eruit ziet alsof het ook nooit anders is geweest. Het is heel erg passend gemaakt. We gaan eventjes naar de omgeving. Hè? Want dit huis, het landhuis, ligt ingebed in dat prachtige landgoed Loenen. Wat merk je daar nog van buiten de mooie bossen en de hoge bomen, de oude bomen, zeg maar? Wat merken jullie daar nog meer van? Nou, eigenlijk vind ik iedere keer, ik kan dat als buitenstaander denk ik heel goed iedere keer weer herleven of herbeleven, is dat iedere keer als ik hier de oprijlaan afgereden kom, toch van een drukke snelweg die hier vlakbij is, ja, dan merk je echt dat je in een natuurgebied zit. Het is niet alleen de mooie natuur, want het is natuurlijk een beschermd natuurgebied, dus er staan prachtige bomen, maar met name ook de dieren die je hier nog tegenkomt. De herten grazen gelukkig inmiddels weer bij ons in de tuin. Hebben ze heel lang niet gedaan omdat ze bejaagd werden. Maar bij ons wordt er hier in ieder geval binnen onze hekken niet gejaagd. Ja. Dus ze staan echt letterlijk te grazen in het gras. Je hebt ontzettend veel roofvogels. Dus die nesten hier allemaal. Nou ja, konijnen, fazanten. Ja, het is echt een mooi stukje natuur zo aan de Waal. Ja, ik denk dat dat ook de kwaliteit is van deze plek, hè? De rust en de schoonheid. Ja het verborgene, dat is ook wel iets wat wij heel belangrijk vinden. Het is echt een verborgen plekje in de Betuwe. De mensen die hier al heel lang wonen kennen het landgoed wel van vroeger. Maar omdat het nooit een openbare functie heeft gehad, is het niet in heel Nederland een hele bekende plek. Het is eigenlijk altijd een privéhuis geweest voor mensen. Wij zijn de eerste familie die het ook op een bepaalde manier dus openstelt voor gasten. Maar eigenlijk is het daarvoor altijd vrij gesloten geweest. En ja, dat karakter van zo, het is niet een heel groot landgoed. Het is een heel kleinschalig privélandgoed, verborgen in zo'n natuurgebied. Ja. Ik denk dat voor de meeste mensen die ons bezoeken ook wel dat stukje extra geven. Dat je eigenlijk het gevoel hebt alsof je thuis bent, maar dan op een hele bijzondere plek. Ja, en jullie zijn dus als een familie van buiten deze regio hier aangekomen. En hebben jullie nog reacties van de mensen, van omwonenden gehoord? Ja, de reacties zijn heel divers. En ontzettend veel mensen zijn eigenlijk heel erg blij met de renovatie die wij hier natuurlijk hebben gerealiseerd. Met name de mensen van de gemeente zijn ook altijd heel erg trots op hun parel, zoals ze het landgoed Loenen of de heerlijkheid Loenen noemen. Dus voornamelijk heel veel positieve reacties. Ja, en natuurlijk ook heel veel mensen die nieuwsgierig zijn. Dus mensen die, veel mensen die hier wonen in de omgeving hebben familieleden gehad die op het landgoed goed gewerkt hebben vroeger. Dus die komen dan aanbellen en vragen dan van, goh, mijn grootmoeder heeft hier ooit nog gewerkt bij de baron en de barones. En we willen zo graag eens zien hoe dat geweest is. We hebben een paar keer per jaar ook een aantal dagen dat mensen gewoon binnen kunnen komen. Ja, en dan zie je toch dat er ook wel heel veel mensen uit de buurt het leuk vinden om te zien hoe het er nu aan toe gaat met het landgoed. Ja. Nou, Anne, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Maar ook heel erg bedankt dat je ons een kijkje hebt laten nemen in het prachtige huis van jullie. Dit prachtige landhuis, Heerlijkheid Loenen. Heel graag gedaan. Jullie waren van harte welkom. Dankjewel. Ja.